Vanavond gaan we mijn huis in de fik steken. Want het is de laatste dag dat ik kan. Ik sta op de Herengracht in Amsterdam voor het huis van mijn vriend Jesse. Het is misschien wel een van de laatste keren dat ik hier ben, want ze moeten in januari het huis uit. Maar vanavond is er nog een eetfeestje. Beer, AD, Elwin. Hey! We gaan vanavond gourmetten. En ik dacht eigenlijk dat we ironisch gingen gourmetten, maar het schijnt gewoon serieus gourmetten. En hoe noem je dat, Jesse, jouw familie? Tafelkoker. Tafelkoker. Dat zijn flensjes en groenten. En wat is gaar? Die kip is gewoon niet gaar wel. Er is niks gaar. Goed op dit moment. Heb je al genoeg gegeten? Ja. Ik heb een worst, een hamburger, drie pancakes, een dikke pancake. Jongens, wat vinden jullie zo leuk aan gourmetten? Niks. Ik heb weer drie brandwonden erbij. Weet je wat ook fijn is aan tafel koken? Nee, echt niet. Dat je keuken lekker schoon blijft, want die hoef je niet te gebruiken. Hey Uri. Hoe wordt het verlichting? Dag. Morgen. Zo, wat gaat er gebeuren? We gaan verhuizen. Hey, dit zien we in de vlog. We zijn aan het opruimen, meneer. We gaan verhuizen. Nee, even tillen. Oh, even tillen. Ja, precies. Doei. Hey schat, welke dag is het vandaag? Vandaag 31 december. Dat betekent dat het oud jaar is. Vanavond gaan we mijn huis in de fik steken. Want het is de laatste dag dat ik kan. Wat is je mooiste herinnering aan het huis? Ik weet het niet. Ik hoop vanavond. Oudjaarsavond en ik zit even op Jesse's kamer. Zometeen is hier het allerlaatste feestje ooit op de Herengracht. Five, four, three, two, one.
en niet zo leuk. David des te meer. Ik heet Tim. Tim des te meer. Ik heb best wel koud.